Welkom, we gaan vloertegels leggen. Ga je tegelen op een houten vloer, dan heb je extra voorbereiding nodig. Klik hier voor de video Tegelen op een houten vloer. Om vloertegels te leggen heb je het volgende nodig: Veiligheid. Zorg altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen bij het gebruik van elektrische gereedschappen. Stap 1 Voorbereiding. Heb je alles, dan kun je beginnen. Breng voordat je gaat tegelen een primer aan om zuiging van de vloer te voorkomen. Uitgebreide informatie over primer aanbrengen vind je hier. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en vlak is. Kleine oneffenheden kunnen worden opgevangen door de tegellijm, maar als de vloer echt niet vlak is, zul je moeten egaliseren. Uitgebreide informatie over egaliseren van je vloer vind je hier. Bij tegelen heb je twee mogelijkheden. Je kunt met de tegels beginnen vanaf de muur. Op het einde van de rij zul je de tegels dan moeten inkorten. Een andere optie is om het midden van de vloer te bepalen. Zo krijg je een symmetrisch geheel. Trek een rechte lijn over de vloer vanaf het midden van de wand naar het midden van de tegenovergestelde wand. Doe dit vervolgens ook bij de andere wand. Zo krijg je een kruis in het midden van de ruimte. Houd bij het kiezen van je beginpunt ook rekening met de verhouding tot eventuele wandtegels die er al zijn of die nog geplaatst moeten worden. Leg de tegels uit op de vloer om te kijken hoe ze uitkomen. Plaats hierbij ook alvast de tegelkruisjes. Snijd na het kiezen van je verdeling de tegels op maat. Voor uitgebreide informatie over het snijden en boren van tegels klik je hier. Kijk dan achter op de tegels of er een legrichting wordt aangegeven. Zo ja, zorg er dan voor dat alle pijlen dezelfde kant op liggen. Let erop dat je naar de deur toe werkt. Stap 2. Tegenlijm aanmaken Voor vloeren gebruik je een drukvaste lijm. Maak de lijm aan door het poeder te mengen met de voorgeschreven hoeveelheid water. Mix het geheel goed. Stap 3. Tegels plaatsen Breng de tegenlijm met de lijmkam aan op de vloer. Doe dit niet op een te groot oppervlak, anders droogt het al voordat de tegels erop zitten. Druk nu met een licht draaiende beweging een tegel op zijn plek. Druk niet te hard, anders pers je de lijm onder de tegel vandaan. Plaats op dezelfde manier ook de rest van de tegels. Zet tussen de tegels telkens twee tegelkruisjes. Doe dit alleen niet in de hoeken. Er blijft dan minder plaats over voor voegmiddel en dit kan de waterdichtheid van je vloer nadelig beïnvloeden. Steek de tegelkruisjes recht op tussen de tegels. Als de lijm droog is, kun je ze zo gemakkelijk verwijderen. Laat als je alle tegels geplaatst hebt, de vloer een dag drogen. Hierna is het tijd om te voegen. Uitgebreide informatie over voegen vind je hier. Succes met je klus. Nog even dit. Pasta lijmen voor het tegelen van muren zijn niet geschikt voor vloertegels. Soms zijn er lichte kleurverschillen per partij tegels. Om dit minder opvallend te maken, kun je tegels uit verschillende dozen door elkaar gebruiken. Verwijder eventuele lijmresten direct met een vochtige doek en maak na gebruik je gereedschap schoon met water. Als je ook de muren gaat tegelen, houd er dan bij het uitzetten van de lijnen rekening mee dat de voeglijnen mooi op elkaar aansluiten. Maak zoveel lijm aan als je nodig hebt. Gebruik lijm die aan het indrogen is, niet meer. Controleer regelmatig of de tegelranden op gelijke hoogte van elkaar liggen. Bij grotere tegels kan het handig zijn om de tegels met behulp van een zuignap te plaatsen.